Hey ho, ik ben Sal. Ik ben adaptive scuba trainer. En ik maak onder andere ook filmpjes voor de IAD. Zoals deze. Hoe gaat het eigenlijk, zo'n instructeurs crossover? We kennen dus allemaal de gewone scuba instructeur. En dan heb je ook nog scuba instructeurs die extra getraind zijn. Wat het mogelijk maakt dat ze kunnen duiken met mensen met een lichamelijke of een geestelijke beperking. Nou, hoe word je dan zo'n duikinstructeur met van die speciale Jedi-gaven? Alles wat je eigenlijk nodig hebt is je huidige geldige certificering van je duikorganisatie. Dus een hele grote dosis motivatie en liefde om actief met deze groep mensen te werken. Dat is het. Vandaag gaan ik en mijn collega instructeurstrainer samen met de directeur van de IHRD gaan langs bij Aquasub in Breda. Bij Aquasub verzorgen ze duiktherapie voor speciale duikers. En iedereen in de crew is al instructeur bij een andere organisatie. Laten we gewoon even doornemen wat je allemaal voor je kiezen krijgt als je hier aan meedoet. Je begint natuurlijk altijd met een gewone, normale introductie. Wie ben jij? Wie zijn wij? Wat doen we? Waar staat de IAED voor? En waarom is het belangrijk voor jou of wil je graag IAED-instructeur zijn? Nou, natuurlijk zit er dan ook een stukje theorie in. En niks nieuws hier eigenlijk, want je bent natuurlijk al instructeur. Dus de meeste van deze artikelen ken je wel of klink je zeer bekend in de oren. En daarna volgt dan een examen, wat je wel moet halen. Het afrondende gedeelte van zo'n IAD-crossover bestaat dus uit praktijkoefeningen, simulaties en workshop. En hierin proberen we voor jou de beleving te creëren die misschien jouw speciale duiker wel heeft. Nu is er natuurlijk een hele range van speciale duikers, dus we kunnen niet overal op ingaan. Maar er zijn een groot aantal dingen die we behandelen en die jou dus een redelijk idee moeten geven van goh, hoe zou dat dan zijn voor iemand met bijvoorbeeld dit of iemand met bijvoorbeeld dat. Ja, en dat is een beetje wat het programma inhoudt en het is altijd gezellig en het is altijd leuk, best wel intens en voor veel van de deelnemers is het af en toe een spiegel of een kijkje in hunzelf van zo had ik er nooit tegen aangekeken of nou, dat had ik best wel in het verleden anders kunnen doen. Nou, iedereen bij Aquasub is geslaagd en heeft zijn certificaat en is nu dus een gediplomeerd IHRD-instructeur. Gefeliciteerd iedereen bij Aquasub. Ja, ga uit in de wereld en spread the joy. Nou, zit je naar al deze informatie nog steeds te kijken? Yes, tof, hartstikke bedankt. Maar denk je ook van, dit is wel iets voor mij of dit is iets voor mijn duikvereniging. Kijk even op de website van de IAD of dat er een trainer bij jou in de buurt zit. Of stuur mij een mailtje en dan kunnen we misschien kijken of dat we ook jou en je duikvereniging IAD gecertificeerd kunnen krijgen. Hartstikke leuk dat je keek. Hartstikke bedankt ook voor het kijken. Vergeet vooral niet te liken, te subscriben, de IAD te volgen op Instagram. En tot de volgende keer.